Kom er even bij, Niels. Die is professional spreker, zou ik maar zeggen. Ik heb Niels mogen zien een keer in het wild. Die heeft een prachtige presentatie gehouden. En ik heb het gehad kort over informatiebeveiliging en wat we eraan moeten doen. En Niels gaat iets vertellen over artificial intelligence. En ik hoop dat hij een mooi passend verhaal voor ons gaat vertellen. Ik zou zeggen, Niels, voor jou de tafel. Ik ga mijn best doen. Jeetje, professioneel spreker. Nou, ik ben Niels Roemen. Ik ben ondernemer uit Nijmegen. Ik bouw escape rooms en ik produceer business events. Dat is mijn werk. Die escape rooms staan bij de Fase en op nog meer plekken. En in dat werk doen we ook grote business events. Dan hebben we filmploegen en weet ik het wat allemaal. En toen was er een opdrachtgever waar wij een fantastisch mooie opening voor mochten doen. En toen kreeg ik een mailtje op mijn offerte dat er ondertiteling in mijn offerte stond. En dat dat er echt wel uit mocht, want dat ging AI doen. En dat wij wel een hele mooie huisstijl konden ontwerpen, maar dat dat eruit kon, want dat ging AI doen. En toen mochten we alsnog de opening, dat was AVAS, de opening van het AVAS-bedrijf, van het AVAS-pand, hier moet ik niet gaan staan, van het AVAS-pand produceren. Maar ik was wel een beetje geschrokken, want ineens moest ik mijn filmploeg en nog een aantal mensen bellen dat er geen werk meer was. En toen gingen wij naar die opening en daar liep de directeur van het bedrijf, Bas van der Veld, die liep het podium op. En die zei toen, AI gaat je baan niet overnemen, maar de mensen die zich erin verdiepen wel. En toen dacht ik, teringjantje, daar gaat mij niet over komen. Dat was november vorig jaar. En in november is het, als je events eenmaal klaar hebt staan, dan is het alleen nog maar productie. Ik ben alleen maar creatieve bedenker, zou ik maar zeggen. Dus ik had de tijd. En toen heb ik me gewoon helemaal ondergedompeld in de wereld van AI. Met als gevolg dat mensen nu zeggen, je bent expert. Maar dat is helemaal niet waar. Want het verandert zo snel dat je het met geen mogelijkheid bij kan houden. Dat is zover als ik nu binnen in AI. Maar wat er kan, dat is echt rete gaaf, fucking heftig en doodeng. Nou, daar ga ik wat over vertellen. Ja, nieuwsgierig naar jullie. Wie van jullie werkt er al, doet er veel met AI? Wie van jullie denkt, ik wel, maar ik steek mijn vinger niet op, want dan krijg ik de beurt. Dus daar heb je ook heel veel van, hè? Oh ja, ja, precies. Dus we hebben 3 mensen die het echt openlijk doen. We hebben er ongeveer 5 die het een beetje doen, maar de beurt niet willen. En verder niemand, is dat echt waar? En wie van jullie denkt, maar het is volgens mij wel heftige shit? Oké. Het is heftige shit. Dus even ook voor de mensen achteraf zeggen, Niels is AI enthusiast. Want dat zeggen ze ook wel eens. Nee, helemaal niet. Ik ben enthousiast van mensen in het echt. En kampvuren en elkaar in het echt in de ogen kijken en daarover lullen. Daar ben ik enthousiast over. Daarom bouw ik ervaringen en escape rooms. Leuke mensen in het echt met elkaar verbinden. Maar er is wel iets heftigs aan de hand. En je daar niet in verdiepen is kiezen voor het gala van de gemiste kansen. Daar ga ik wat over vertellen. Dat wordt een ravage. Waarschijnlijk, nou ja, de techniek was zelfs even spannend, maar dat lag aan mijn laptop, moet ik zeggen. Dus heb ik alles ook voor je op een rijtje gezet. Dus je hoeft van dit hele verhaal maar 1 ding te onthouden als je het later nog eens terug wilt zien. Dat is nielsroemen.com/tools. En daar staat alles wat ik ga vertellen weer voor je klaar. En die link die kunnen we vast ook nog wel mailen, dat je zelfs de link niet hoeft te onthouden. Klopt toch? Oké. Gaat die lekker zo? Kunnen jullie hiermee omgaan? Ja? Oké. Nou, wat is er dan aan de hand? Nou, dit is dan die link. Dit is wat Bas op het podium zei. En dit is wat er aan de hand is. Dit is gewoon een voorbeeldje van november vorig jaar. Eentje waardoor ik dacht, nou, jongen, toch maar eens over nadenken. Even kijken. Kijken.
kanaal moet je hieronder kijken. 30 personen, 1 maand. 1 persoon, 1 dag. Dat vind ik wel heftig. Nou, heb ik me er een beetje in verdiept. Het is niet helemaal waar. Want wat ik zeker weet, is dat die ene persoon 1 dag wel eerst ongeveer een maand met zijn handen in het haar heeft gezeten om het voor elkaar te krijgen. Maar nu kan die het. Nu kan die in 1 dag net zo'n filmpje maken als die 30 personen in een maand deden. Dat is wel pittig voor die mensen die een bedrijf met 30 personen die maanden aan dit soort filmpjes werken. Dit kan nu. Dit is toegankelijk voor iedereen. Dus als je daarmee leert werken, dan krijg je echt iets heel heftigs. En daar hadden wij, Robert en Jeska en ik het een keertje over van, wat betekent dit dan? Nou, volgens mij betekent het het volgende, en daarom vind ik het zo spannend. De manier waarop wij de realiteit duiden, is voor een groot gedeelte gebaseerd op de verhalen die tot ons komen. En de verhalen die tot ons komen, komen voor het grootste gedeelte via digitale media bij ons. En het creëren van verhalen, al dan niet fictief, dan wel echt gebeurt op die media, is nu laagdrempeliger en makkelijker te manipuleren dan ooit tevoren. En dat is heftig. Ik geef je een heel simpel voorbeeldje nog voordat die AI-ontploffing er was. Coronatijd, eind maart. Ik zei al, ik woon in Nijmegen, ik heb 2 zoontjes, zit op de Petrus Canisius op school. Die komen eind maart, komen ze thuis, zeggen ze, papa, het is allemaal heel heftig met corona. En nou moeten we van school de laptops thuis opladen, want ze kunnen het niet meer betalen op school. Dus we moeten naar de laptops van school mee naar huis, moeten we thuis opladen. Papa over de rooien, want ja, dat vind ik belachelijk en dan moeten we een andere oplossing voor vinden, weet ik het wat allemaal. Dus ik was helemaal wit heet. Haha, lachen, 1 april. Nou, hadden ze papa te pakken. Maar deze papa die is nogal creatief van aard, dus die dacht, wacht, dan gaan we een geintje uithalen. Dus ik ben naar de website van de Gelderlanden gegaan. Even kijken, escape, moeten we even deze hebben. En die heb ik even gekopieerd als beeldschermpje. En dan heb ik een berichtje opgeschreven. Petrus Canisius School laat kinderen laptops thuis opladen. Ouders vinden er dit en dat van. Daar heb ik een printje van gemaakt. En dat heb ik 's morgens vroeg op 1 april naar de directrice van de school gestuurd. Met de tekst onder, wat lees ik nou in de krant? Het moet niet gekker worden. Directrice in de stress. Directrice gebeld, ouderraad gebeld, iedereen op hoge poten. Ik even met de directrice gebeld. Nu zijn we weer goede vrienden. Maar nu zie je dat met alleen maar 1 beeldje kopiëren van een website en een beetje handig zijn met tekst, daarmee kan je de perceptie van de realiteit al op stang jagen. En dat is maar 1 fotootje van voor AI. Nu gaan we een stapje verder. Kennen jullie dit boek? Je gezicht is nu van ons. Voor de mensen die in de camera security, die hebben dat vast wel eens van gehoord. Nee, niemand? Ja, als ik gesloten vraag heb, mag je even zo of zo doen. Dat zijn ja of nee antwoorden. Wie kent dit boek? Niemand? Oké. Dit is uitgegeven in Nederland door Alexander Klupping. En wat er eigenlijk in staat, dat geldt nu ook voor jullie allemaal, want jullie worden op dit moment ook gefotografeerd. Als je foto ergens online staat, dan ben je waarschijnlijk de klos en zit je ergens in een database waar duistere bedrijven er hele nare dingen mee kunnen doen. Dat is aan de hand. Ook voor je kinderen? Ja, ook voor je kinderen. Ook als ik heb gezegd dat de schoolfotograaf geen foto's mag maken? Jawel, want dan die blurry gezichten op de achtergrond, die worden ook herkend. Dit is aan de hand. Hoef je het boek ook niet meer te lezen, dit is de samenvatting. Nou ja, dan weet je het scheelt weer tijd. Dus ik hou van wielrennen, ik was aan het wielrennen. Ik dacht, dat wil ik helemaal niet. Zouden we daar nou niet iets op kunnen verzinnen? Nou, was in dit geval ik. En ik dacht, we moeten dus een zalfje op de markt brengen. Op basis van, zuig het uit je duim, zilverionen en ijzersulfiet. Waardoor een camera geen grip meer krijgt op je gezicht. En die tubertjes die ga ik gewoon op de markt brengen en verkopen. Maar dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik heb aan ChatGPT gevraagd, goh, stel dat ik een zalfje op de markt wil brengen van ijzersulfaat en ionen, hoe moet ik dat aanpakken? Zei ChatGPT, nou, dat moet je ongeveer zo doen. Zei hij daaronder, wees wel voorzichtig, want je zomaar in de medische wereld begeven is een beetje gevaarlijk. En toen had ik een plan van aanpak. Toen dacht ik, dan wil ik een website. In today's world. En die was gemaakt. Deze app staat ook op de nielsroemer.com/tools. Ik had het zalfje, heb ik geen gezicht genoemd. Dat vond ik wel een aardig voor mijn marketing. Geen gezicht. En heb ik tegen een appje gezegd, gamma.app voor de liefhebbers. Hoi, ik wil een zalfje op de markt brengen, zodat mijn gezicht niet meer herkend kan worden door camera's. Want dat vind ik veiliger. En toen zei gamma-app, ik weet genoeg. Ik ga jouw hele website voor je maken. En dit hele proces duurde 3 minuten. Nou, dit is de website geworden. Deze tekst heb ik dus nog geschreven, nog bedacht. Met allerlei voordelen die ik niet bedacht heb. Waarom privacy zo belangrijk is. Hè? Overtuigingsprincipes van Cialdini. Eerst angst zaaien en dan zeggen dat jij de oplossing hebt.
Reflecteert licht natuurlijk ingrediënten betrouwbaar. En let op, voor de liefhebbers, verhoogt het zelfvertrouwen. Ja? Dus dat zit allemaal in dat ene zalfje. En dan heeft hij ook nog voor mij bedacht dat het tubertjes van 50 milliliter zijn en 19,95 per tubertje kost. Dit was 3 minuten werk zonder dat ik het geschreven heb. Hè? Gamma.app. Onthoud die app, moet je vanavond maar een keertje mee gaan klooien met een van je ideeën. Ik weet dat het niet perfect is, maar ik weet ook, want dat heb ik getest, dat heel veel mensen dit al geloven en bij mij die tubertjes wilden bestellen. Die had ik niet, dus wat ik dacht, ja, dat wordt een beetje tricky als ik dat ga doen. Nou, wat heb je dan nodig als je je website eenmaal online hebt? Moet je een goede commercial hebben. Is ook een appje voor, staat ook op mijn site. Krijg je het volgende, moet je kijken. In today's world, your face is no longer just your own. Every step you take, every move you make, countless cameras are watching, analyzing, recognizing. Your privacy is in chains, your freedom confined. But what if you could become invisible to the prying eyes? Introducing Face-Off, or Geen Gezicht for our Dutch speakers, the revolutionary facial creme that gives you back control. Crafted with a gentle blend infused with pyrite and iron, this cream is not only kind to your skin, but acts as a shield, reflecting light and rendering your face unrecognizable to cameras. Become a ghost in the machine, invisible to the relentless eye of surveillance, and reclaim your face, your privacy, your life. With Face-Off, you're not just protecting your skin, you're protecting your identity, your essence, your very being. Face the world fearlessly. Blend into the crowd and yet stand out in your regained freedom. Don't let your life be dictated by the silent watchers on the wall. Break free from the digital gaze. Face-Off. Reclaim your face. Reclaim your life. Available now at your nearest stores and online. Stand up for your right to privacy. Become a beacon of freedom in an ever-watching world. Be unseen, be free, face off. Ik vind, dus become a beacon of freedom in an ever-watching world. Nou, ik heb het niet bedacht, ik had het ook niet kunnen bedenken. En ik zie ook wel dat dit stokmateriaal is. En ik zie ook wel dat het geen high-res export is. Maar wij hebben ook een filmploeg. En als ik nou Teun, onze cameraman en regisseur, moet brieven hoe het film eruit moet zien en ik stuur hem dit en ik zeg maar dan in het Nederlands, dan is mijn briefing in 5 minuten klaar waar we vroeger een dagdeel voor reserveren. En dit is 1 prompt, dus een prompt is de opdracht, in 1 AI-tooltje. Dus ik ben met elkaar nog geen kwartiertje bezig geweest om dit product klaar te maken om op de landmarkt te kunnen brengen en internationale uitrol, want het is Engels. Beetje heftig toch, of niet dan? Ja, nee, oké, ik denk, check even of jullie dit ook voelen, want anders dan, I'm slightly panicking here. Dan wordt hij nog een stapje erger. Moet je kijken, dit ben ik, dat zul je wel herkennen, maar dan met mijn capuchontruitje waar ik erg van hou. Luister. Oké. Ik vind het dus gaaf om uit te zoeken wat AI allemaal voor je kan betekenen. Oké. Ik ben er weer... Helder, hè? Let op. Zet ik dat filmpje in een ander appje, en dan zegt hij dit... Está bien, me parece genial investigar todas las posibilidades que la IA puede ofrecerte a ti en tu vida diaria. Estoy en uno de nuevo en el camino, tal vez ya hayas oído hablar de ello, pero... Even inside tip, als je dit gaat doen, dit doe je met Hey Jen, check dan even bij iemand die echt Spaans spreekt en die je vertrouwt, wat je daar, wat je daar aan het zeggen bent. Hè? Dus dit, gelukkig weet ik inmiddels dat dit enigszins klopt. Maar luister, dus dit is een filmpje... Van ongeveer 5 minuten dat ik gewoon op mijn bureau opneem. Wat ik in Hey Jen gooi en hij vertaalt het naar het Spaans. Oké, bear with me, want nou wordt hij echt een beetje spannend. Kennen jullie dit appje? Ja, hè? Krijgen we allemaal. Wat doen we met dat appje? Doen we weg, negeren of zo af en toe app je een keertje terug. Ik weet waar je woont en ik kom met een hele grote groep knuppels bij je langs. Maar ja, helpt, maakt allemaal geen reet uit. Is een appje. Niks aan de hand. Maar nou komt de grap. Want... Even kijken, is dat handig om het zo te doen? Je hebt net mijn stem gehoord en je hebt mijn gezicht zien bewegen. En er is ook een programmaatje dat heet 11 Labs. En als ik 30 seconden van jouw stem heb en ik gooi het in 11 Labs, dan heb ik je stem te pakken. Nou hebben we Mats weer. 12 jaar, staat bij de trekvogels. Er staan foto's van hem online, of ik het wil of niet. En nou krijg ik een filmpje van een pratende Mats in zijn stem die zegt, pap, ik ben mijn telefoon kwijt. Kan je even geld overmaken? Ja, dan heb je mij te pakken hoor. Pratende Mats. Dit kan, voor iemand die er een beetje handig mee is, in ongeveer 5 minuten gemaakt worden. Ik heb het van de week nog eens geprobeerd voor een andere opdrachtgever die daarna zei dat ze het hele dorp blauw-geel gingen schilderen en wie er kwam helpen. Overigens wel even vooraf aan haar gevraagd wat het mocht. Dit kan dus heel snel. Dat betekent dat alles... Maar dan ook alles wat online en digitaal waarneembaar, creëerbaar en reproduceerbaar is, vanaf nu niet meer betrouwbaar is.
Nou, vind ik wel heftig. Heeft AI ook leuke kanten, zult u zich afvragen. Hoop ik althans. Nou ja, een paar wel. Dus wat je kan doen, dit is de dark side. Gelukkig hebben we bedrijven die dat voor ons in de gaten houden. En daardoor kunnen zeggen, jongens, komt allemaal goed. Anders laten we Robert los. En dan, weet je wel. Het leuke is, het kan ook je allerbeste extra gesprekspartner aan tafel worden. Daar laat ik ook een paar voorbeelden van zien. Weet, ik zeg altijd, AI is net een mens. Ik heb 4 mensen in mijn team en die maken fouten. En soms zegt iemand, ja, ik heb het in ChatGPT gezet, maar hij gaf het verkeerde antwoord. Ja, ik heb het wel eens aan Sven gevraagd en die gaf ook het verkeerde antwoord. Het is echt niet zoveel anders tussen mensen en AI. Maar het is ook je sparringspartner en je kan AI werkelijk waar alles vragen. Ga ik een paar voorbeelden van geven. Gaat dit goed? Of ja, oké. Okay. Anders doe je wel zoiets van, joh, hou je snavel, hè? Ja, oké. Okay. Kijk. Sven, even kijken, hebben we Sven toevallig bij de hand? Svenny, ja, kijk, dit is Sven, dit is onze producent. En een beetje producent, die houdt van dingen doen en die houdt niet van schrijven. Maar Sven ontmoet ook heel veel leuke mensen, waarbij het best handig zou zijn als hij ons zou schrijven wat er uit het gesprek is gekomen. Wat doet Sven nog meer? In die zin lijken we op elkaar. Hij belooft wel eens dingen die vervolgens in een soort Bermuda-driehoek van mist verdwijnen en er gebeurt niks. Bijvoorbeeld, ik schrijf het uit en ik mail het je. Dus we waren erachter gekomen dat Sven dat niet doet. Nou, geeft niks. Sven is in andere dingen fantastisch goed. Sven kan bijvoorbeeld lullen als brugman. Hey Sven, als je voortaan na dat gesprek gewoon even in een filmpje zegt wat je hebt meegemaakt of gehoord of gedaan, en je stuurt mij dat filmpje, dan gooi ik dat in HappyScribe en dan zegt HappyScribe tegen mij, kijk, uitgeschreven. Klaar. En als ik dan zeg, ja, maar even veel te lang lezen, dan zeg ik tegen HappyScribe, weet je wat, maak er voor mij even een samenvatting van. Dan zegt hij, wil je een korte, een medium of een lange? Nou, doe maar eventjes medium. En dan zeg ik bullet points, vind ik helemaal lekker. En dan zeg ik, nou, doe maar. Nou, bullet points. Van het verhaal. Van Sven. Klaar. En jullie weten allemaal dat het leeuwendeel van de notulen alleen maar geproduceerd wordt om extra papier in je la te krijgen en nooit wordt gelezen. Dus doe dan op zijn minst alleen maar die bullet points. Dit appje is, nou alles is gratis, ze zeggen allemaal we zijn gratis beschikbaar. Dat is ook zo, tot je het echt leuk gaat vinden, dan moet je betalen. Dus dan weet je ook een beetje hoe het werkt. Maar de Sven die hoeft nooit meer iets uit te schrijven. Dus dat kan je ervan maken. Ik laat je nog een paar dingetjes zien. Dus dit was Sven, die schrijft liever niet. Dus wat kan het? Het kan ook waanzinnig goed feedback geven. Daar ga ik straks iets meer over uitleggen. Let op. Deze meneer, die je nu gaat zien, die heet Martin van Kranenburg. Kent iemand Martin van Kranenburg toevallig? Oké, nou, dat is echt een gaaf gast. Die heeft een bedrijf wat gericht is op het conversiegericht maken van je website, zodat mensen meer doen wat je wilt op je website. Dat doet hij van, weet ik het welke grote bedrijven. En je kan aan zijn custom GPT, dus hij heeft zichzelf nagemaakt in de AI-wereld, kan je ook vragen stellen. Kan je ook vragen, wat vind je van mijn site? Moet je kijken. Ik hoop dat het internet hier, dat denk ook dat het internet hier goed. Kijk, kopieer ik jullie site, gaan we eventjes naar Martin. Waar ben je, Martin? Nu, kom eens terug. En dan zeggen we tegen Martin, kijk, wat vind je eigenlijk van deze site? Dan moet hij even denken. Gaat hij zoeken op het internet? Nou, daar gaat hij. Voor het geval jullie de site nog willen fine-tunen. Hier komen de adviezen van iemand die honderden trainingen conversiegericht schrijven geeft. Er boeken over uit heeft gegeven en weet ik het wat allemaal. Ik kan deze naar de organisatie mailen als jullie zeggen, dat vind ik toch wel leuk om te weten. Dus dat is handig als je weer naar je website aan het kijken bent als ondernemer. En je denkt, waar kan die beter? Nou, ga eventjes naar die custom GPT van Martin. Je flikkert je website erin en je krijgt je advies van een zeer deskundig iemand te pakken. Er zijn ook mensen die geven dit advies keer heel veel tijd, keer heel veel uurtarief. Kan hè? Als je teveel hebt moet je dat vooral doen. Maar dit is er nu ook. Vind ik een beetje spannend. Vind ik ook rete gaaf overigens. Dus dat is Martin. Gaan we nog even een stukje verder. Wat kan het nog meer? Het kan shorts maken. Moet je kijken. Dit is echt zo lachen. Ik heb, oh ja, dan moet ik even eerst ervoor zeggen. Het kan ook een boek samenvatten. Ik heb ooit eens in een vorig leven, ik ben een paar keer gereïncarneerd inmiddels, heb ik Durf de Vragen bedacht. Hoe leuk het is als mensen elkaar helpen. En daar heb ik een boek over geschreven, Durf de Vragen boek. En dat was al zo lang geleden dat ik dacht, wat staat er ook weer in? Dan kan je tegen ChatGPT zeggen, weet je wat, ik geef jou mijn hele boek als pdf, vat het even voor me samen, wat staat er ook weer in? Nou, heeft hij gedaan. Even kijken, waar staat het? Toedeluut. Een heel boek samenvatten.
Oh ja, hier is het. Dus hier kan je gewoon een heel boek ingooien. Ik moest een tijdje geleden een lezing geven op een universiteit. Kon ik een foto maken van de lesboeken van de docent. Zei ik, vat het even samen en maak er een PowerPoint van. En leg me dan uit wat de docent nog komt doen. Nou, wat mij betreft het echte contact met de echte mensen onderhouden. Want die boeken die kunnen ze zelf wel lezen. Dus een boek samenvatten, dat kan. Nou geef ik toevallig ook wel eens een lezing over AI. En die kan je opnemen. En dan kan je hem in een appje gooien. Dat heet OpusClip. Dus dat gebeurt nou ook. Er wordt een hele opname gemaakt. En dan zegt dat appje zelf. Zal ik hier allemaal shorts van maken voor je social media campagne? En dan zeg je, ja, doe dat. Ga ik onder het koffie drinken of een stukje wielrennen. En daarna is het klaar. Uitgeschreven, opgeknipt en met advies van hoeveel bereik dat ze denken dat je ermee gaat genereren op social media. Dus welke short je het beste als eerste kan posten ten einde meer traffic te creëren op je social media kanalen. Automatisch. Ik weet niet wie van jullie er nog social media advies inkoopt of inhuurt. Dit is automatisch. Beetje spannend toch? Even een beetje spannend. Oké, gaan we nog een stapje verder. Ik word vaak gelinched door aan het eind van zijn dag. Maar goed, ik kan inmiddels. Dus de vorige keer had ik gewoon nog lang haar. Het kan ook notulen maken. Dus wat ik net liet zien van Sven. Ik had ook een keertje een man op bezoek, Volk. En daar heb ik 2 uur mee gepraat. En toen hij naar buiten liep, zei hij. Oh ja, alles wat we nu besproken hebben is al uitgeschreven en uitgewerkt. En het staat hier. 2 uur gepraat. Let even op. Kon ik kiezen voor de samenvatting. Dit is de samenvatting. Kon ik kiezen voor het hele transcript. Zal ik je besparen, want je wordt gek. En heeft hij voor mij gezegd de belangrijkste punten die we besproken hebben uit het hele ding. En by the way, dan vermoed ik, zei hij, dat dit jullie to-do's zijn. Dit zei hij op het moment dat hij uit het gesprek naar buiten liep. Ja? Mijn vrouw werkt in de zorg. Die komt vaak wat later thuis, omdat ze nog moet, hoe heet dat ook weer, dingen in dossiers moet opslaan of dingen moet uitschrijven. En dan is de spaghetti koud. En dan zeg ik tegen haar, zou je niet dit soort tools mogen gebruiken? Nee, mag niet van de baas. Oké, kan. Je kan het ook niet doen, maar is schala van de gemiste kansen wat mij betreft. Oké, dus wat je ook nog kan doen, maar dat ga ik straks pas doen, is er een lekker deuntje bij maken. Dat laatste wat ik jullie wil vertellen, als je hiermee aan de slag wil, want mensen zeggen, ja, nou, dan wil ik er toch wel wat meer mee doen. Wat moet ik dan doen? Stap 1, kwartiertje per dag mee gaan klooien. Dat is het. Niet zeggen, het moet al lukken, want er mislukt vreselijk veel in. Het loopt vast, het loopt klem. Je zegt dat je een foto wil van een groep mensen, je krijgt een stel tijgers in de woestijn tevoorschijn. Dit gebeurt ook allemaal. Maar er niet mee klooien, dat is straks voorbij gereisd worden door de rest. Dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. De volgende stap is dat je in ChatGPT, als je een bepaald betaald account aan hebt, kan je custom bots aanmaken. Wat is het nou voor custom persona? Dat is een rol die je kan geven. Je bent die en die. Dit en dit kun jij heel goed. En op die manier wil ik dat je reageert. Nou schrijven wij nog wel eens verhalen. En dan heb ik dus bijvoorbeeld Niels de tekstenschrijver aangemaakt. Die laat ik nog even zien. Hey Niels, hier, waar ben je? Heb ik gewoon mezelf gekloond. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb gezegd, je bent Niels. Ik heb gezegd, dit is ongeveer de manier waarop jij praat. En dan heb ik een aantal van mijn posts van LinkedIn en zo eraf gehaald. Nu kent hij mijn taalgebruik. En dan heb ik gezegd, als ik jou wat vraag, wil ik dat jij op die manier reageert. Dus dan zeg ik, ik ben een lezing aan het geven. Hoe maak ik dat gaver? En dan gaat hij als Niels, want dit zijn de woorden die ik ook bij gebruik, gaat hij terugschrijven. Dat is heftig, hè? Dus ik had vorige week, want ik geef er ook wel eens 1-op-1 begeleiding in, een schrijfster langs, die wou helemaal niet aan de AI, want toen hebben we een aantal van haar boeken hier ingezet en gezegd, goh, je heet zus en zo, dit is jouw schrijfstijl. En schrijf nou eens verhaal over dit of dat. Nou, daar kreeg ze kippenvel van. Dus dat is aan de hand. Oké, gaat die lekker? Ja? Wat je daarvoor moet doen, je moet dus weten voor wie je schrijft. Dus je kan altijd zeggen, wie is het? Ik ga zo direct uitleggen waarom dit spannend is. Dan kom ik terug op veiligheid. Wie is het? De achtergrond van de rol. De taak, wat wil je dat diegene doet? Hoe gaat hij dat naar buiten brengen? Als een tekst, als bullet points, als een PowerPoint? En kan je voorbeelden geven? Nou, waarom is dat nou eng? En waarom is dat wat mij betreft een groot pleidooi voor het menselijk contact? Let op. Ik ben in Nijmegen ondernemer. Ik hou heel erg van geschiedenis en verhalen. Ik wil een groot project doen in Nijmegen, waardoor we de geschiedenis beter leren kennen. Daar is ook een subsidiepotje voor en ik wil die subsidie krijgen. Nou, wat ga ik doen? Ik ga uitzoeken wat de subsidievoorwaarden zijn. Dat is stap 1, hè? Dan ga ik mijn plannetje bedenken. Dat is stap 2. Dan ga ik uitzoeken wie erover beslist.
Die zoek ik op LinkedIn en alles wat ik over hem of haar... Laten we voor de grap zeggen dat het Bruls is. Alles over hem of haar wat ik kan vinden, dat zoek ik uit. Dan maak ik zo'n custom GPT aan, die ik net van mezelf liet zien. En die heet Bruls. Dan zeg ik, jij bent Bruls. Jij denkt op deze manier en over het dossier geschiedenis, et cetera. Vind jij dit en dit en dit? En dan zeg ik tegen die Bruls, dit is mijn plannetje. Wat vind je ervan? En dan zegt die Bruls, nou, getuige mijn standpunt, vind ik dat goed en vind ik dat volkomen, nou, niet zo goed. Hij zal wat nettere taal gebruiken. Oké, dan zeg ik tegen diezelfde Bruls, hoe zou jij het herschrijven zodat jij het een goed idee zou vinden? En dan gaat hij dat doen. En dan zeg ik tegen mijn gamme app, maak daar een PowerPoint van en stuur hem naar meneer Bruls of secretaresse of secretaris. En wat er dan gebeurt, is dat Bruls achter zijn bureautje zit, die ziet daar een presentatie liggen, die denkt, fuck, dat had ik zelf kunnen schrijven. En dat is ook zo, want dat heeft hij gedaan, want ik heb hem net digitaal gekloond. En nou komt de grap. Omdat ik dit aan zoveel mogelijk zalen vertel, want ik vind dit bloedstollend belangrijk, betekent het het volgende. Binnen nu en een paar jaar weet iedereen dit trucje. En dan heeft Bruls een hele hoop van die hele mooie voorstellen in precies dezelfde taal voor zich liggen, waarvan hij denkt, tering Jantje, dit had ik kunnen schrijven. En dan kan die beste Bruls nog maar één ding doen. En dat is zijn telefoon pakken en zeggen, yo, ik heb je aanvraag gekregen. Het lijkt mij goed dat wij elkaar eens in het echt gaan ontmoeten, zodat ik ook met mijn hart kan voelen of jij deugt. En ik kan niet wachten tot deze AI-revolutie zo hard gaat, dat we met z'n allen doorhebben dat de digitale realiteit straks niet meer betrouwbaar is en daardoor noodzaak meer en meer zullen herkennen om elkaar in het echt bij kampvuur en weet ik het waar te ontmoeten. En daar gaat deze middag ook over. Dus ik hoop dat jullie een fantastisch leuke borrel hebben en geniet ervan. Dank. Zijn er vragen nog? Iemand nog geïnteresseerd in IA of zo? Ja. Ja. Ik ben een week of drie geleden ben ik bij Dirk Zwager geweest voor auteursrechten. Want dat is het grote probleem natuurlijk straks met AI. Ja. Ik ben zelf fotograaf voor de duidelijkheid. Ja. Dus ze kunnen natuurlijk zo een foto van mij pakken die online ergens staat. En die kunnen ze veranderen. Ja. En dan zeggen ze mijn naam eronder. Ja. En hoe gaat AI daarmee om? Ja. Nou, dat zal ik je vertellen. Ja, ik heb die maar. Er zijn twee antwoorden. Hoe gaat AI ermee om of wat denk ik dat er gaat gebeuren? AI, of dat nou Perplexity, ChatGPT, Google of Microsoft is, die hebben geen idee wat er aan de hand is. They unleashed a lion. Die schikken zich de tering. Die hebben zelf een brief geschreven aan de houten methode van de wereld. We moeten dit stopzetten. En daarna hebben ze tegen elkaar gezegd, ja, maar als ik ermee stop, dan raast mijn concurrent me voorbij. Dus daar is iets heel heftigs aan de hand. Dat betekent met wet en regelgeving, gelukkig zijn er advocaten en is Europa het eerste werelddeel wat hier in ieder geval wat recht over gaat spreken, die zijn keihard bezig. Waar ik denk dat je aan moet sleutelen is moraliteit en intentie. Dus het gaat voor mij, AI is als een bijl. Een bijl kan je op een tafel leggen en dan zeg je wat kan je met een bijl? Je kan er blokjes hout mee snijden en dan gaan we een kampvuur aansteken. Je kan er ook iemand zijn kop mee afhakken. Dat gaat niet over de bijl. Dat gaat over de mensen die die bijl gaan gebruiken. En daar hebben we wat te doen. Want als jij het inzet om de wereld zwart en gallig te maken, dan ben je gewoon wat mij betreft een motherfucker. En als je het inzet om er mooie en liefdevolle dingen mee te doen, die ook massaal gebeuren, dan zet je het de goede kant op. I just don't know. En zij ook niet.